kwam wel voor de titel. Maar over een maand zijn we spelen en dan is het natuurlijk een moment dat we moeten pieken. En ik denk dat ik wel gewoon weer dingen heb geleerd van dit toernooi. Waar ik mee verder kan. Een paar dingen waar ik gewoon niet zo tevreden over ben. Maar ik heb ook weer wat goede dingen laten zien. Dat ik weer even op scherp ben gesteld. In de 1000 meter lag ik op kop en dan kwam Selma binnendoor. Dat ik eigenlijk gewoon hem al meteen krap moeten houden, bocht uit, dat soort dingen. Ik was goed bezig met aan de buitenkant kijken, maar binnenkant even niet. Maar de 500 meter ging wel goed. Het was gewoon jammer dat ik viel, maar die bocht ging eigenlijk echt super. Want ik hing echt super schuin. Ik had ook echt het gevoel dat ik er naartoe reed. Maar ja, het ijs kon gewoon dat even niet aan, dus ja, ik brak er gewoon doorheen. Dat is dan jammer, maar op zich wel weer iets waar ik vertrouwen uit haal als het op beter ijs gaat. Nou, ik ben niet helemaal tevreden, maar vooral de 1500 meter niet. Maar moet ook wel weer een beetje relativeren en dan is dit niet de wedstrijd waarop het per se moet. Je moet er ook gewoon andere dingen eigenlijk uithalen en naar jezelf kijken. Ik ben niet nu op mijn allerbest, dat wil ik graag over een maand zijn. Inderdaad, misschien de druk. Maar ja, een Nederlands titel is toch altijd wel weer mooi om aan je lijstje toe te voegen. Dus dat is dan jammer. Want zeg maar het hele gebeuren eromheen of zo, dat weet ik natuurlijk niet. Want ik ben er nog nooit geweest. Maar de wedstrijden zelf, het is natuurlijk hetzelfde veld als je die op de World Cups tegenkomt. Daar kan ik natuurlijk wel het een en ander van verwachten. Hoe zij schaatsen. Dus ik wil daar wel echt mezelf tussen de top vechten. En dan, ik denk de relay hebben we een zeer goede kans. Dus dat wordt gewoon een hele mooie wedstrijd.